Paragraaf 2.4 gaat over het einde van de oorlog, over uh, ja, Rusland aan het einde van de oorlog, de Russische revolutie, en over wat er nou eigenlijk uh, afgesproken wordt in de Vrede van Versailles. Dus drie lesdoelen. Jullie kunnen uitleggen hoe de Russische revolutie verliep. Jullie kunnen uitleggen wat er werd afgesproken in de Vrede van Versailles. Die Vrede van Versailles is heel belangrijk, want daarover gaat het volgende hoofdstuk en het hoofdstuk Rob ook nog deels. En jullie kunnen uitleggen wat de Volkenbond was, en dat is ook weer een heel belangrijk begrip, want die komt in uh, hoofdstuk 4 uit mijn hoofd komt die ook terug. Stuk 5 excuses. Nou, we beginnen in Rusland, want Rusland leidt heel erg veel over de eerste onder de eerste wereldoorlog. Er zijn gewoon heel veel slachtoffers, er worden heel veel mensen gedood daar, heel veel soldaten komen te overlijden. En dat heeft er vooral mee te maken dat er veel te weinig wapens zijn, veel te weinig kogels en alleen maar slechte generaals. Er zijn geen goed getrainde generaals, want in Rusland was er nog een heel duidelijk systeem van uh, de adel die daar de baas was. Uh, de Russische adel die had geen behoefte om zich goed te kunnen trainen voor een, een leger, om een leger te kunnen leiden, want dat, ja, dat doet het volk maar. Dus uh, er zijn geen goede generaals daar. Dat zorgt ervoor dat Rusland overgaat tot een totale oorlog. Een totale oorlog die hebben we natuurlijk al gehad. Een oorlog waarin de hele bevolking wordt betrokken. Waarin de hele economie in teken staat van de oorlog. En dat zorgt ervoor dat er een hele grote hongersnood komt in Rusland. Omdat het eten wat er geproduceerd wordt naar het front gestuurd wordt. En daarnaast moeten alle boeren die eigenlijk eten zouden gaan produceren. Die moeten ook nog mee gaan vechten in het leger. Dus dat betekent dat er uh, geen boeren meer zijn om eten te produceren. Tenminste, niet genoeg boeren meer zijn mee te produceren. Dat zorgt er weer voor dat er heel grote onrust komt in Rusland. Um, er komen stakingen. Stakingen tegen heel deze totale oorlog. Heel deze economie in teken van de oorlog. Er komen opstanden. Er komt geweld. Er komen gewelddadige opstanden. Er worden uh, mensen gedood. Het leger moet ingrijpen. Het leger grijpt niet altijd in. Dus dit is gewoon een hele chaotische periode in Rusland. 1917 loopt de situatie uit de hand. Dan komen de rellen in Sint-Petersburg. En dan wordt het leger wordt naar Sint-Petersburg gestuurd om in te grijpen. Maar het leger weigert. Het leger schiet niet op de rebellen. Het leger is zelf eens met de rebellen. En dat betekent eigenlijk dat de rebellen in één keer een heel leger aan hun kant hebben. En als het leger aan de kant van de rebellen staat, is het voor de tsaar, voor tsaar Niklas II, eigenlijk wel duidelijk dat hij um, geen macht meer heeft in het land. Dat hij moet aftreden. En dat doet hij ook. Hij treedt af in 1917 en dat zien wij als het begin van de Russische Revolutie. De tijdelijke regering, in afwachting van de verkiezingen, besluit om door te gaan vechten in de Eerste Wereldoorlog. Er komt dus een nieuwe regering, onder leiding van de Douma, dat kun je vergeten trouwens. Um, en die besluit om toch door te vechten in de Eerste Wereldoorlog. En dat is een heel slecht besluit voor, leger, voor Rusland. Want Rusland wil niet doorvechten. Het leger wil niet doorvechten. Het leger wil juist ophouden met vechten. En um, dan komen er een paar revoluties. Oktoberrevolutie bijvoorbeeld, 25-26 oktober 1917, zetten de communisten de voorlopige regering af. En die communisten, dat is dus eigenlijk het belangrijke deel van heel deze revolutie. De communisten die zeggen alles wat er in het land aanwezig is, moet worden afgepakt uh, van de hele bevolking. En dat moet dan weer eerlijk verdeeld worden onder de hele bevolking. Dus de staat is eigenlijk in. Alles wat er is, is in handen van de staat. Maar de staat moet datgene wat er is. moeten ze eerlijk verdelen onder de bevolking. Dus dit is een. de communist, communisme is een ideologie waarbij iedereen gelijk is. Um, 1917 wordt dan. Uh, zetten die communisten. onder leiding van Vladimir Lenin. zetten de voorlopige regering. die door wilde vechten in de Eerste Wereldoorlog. zetten ze af. En op 3 maart 1918. komt er dan een vrede met Duitsland. En die vrede. die wordt wel heel erg heftig getekend. Een heel groot deel van. Uh, een heel groot deel van Rusland moet worden afgestaan aan Duitsland. Om deze, vrede te om deze vrede te kunnen ondertekenen. Dus Rusland moet heel erg veel land afstaan. En dan denk je van. Nou, Rusland heeft vrede met Duitsland. dus dat betekent dat. Um, het weer rustig wordt in, Duitsland, in Rusland. Maar dat is niet, want op maart 1918 komt er een vrede met Duitsland. Um, maar tegelijkertijd begint in Rusland een burgeroorlog. tussen het Roodleger, Leger, dus dat zijn de aanhangers van Lenin. dat zijn de communisten. en de Witte. Dat zijn de tegenstanders van de revolutie. En die witte, dat is gewoon een hele creatief bij elkaar geraapte groep van mensen. Want dat zijn zowel mensen die nog voor de Tsaren zijn. Dat zijn mensen. dat zijn anarchisten die eigenlijk een geen regering willen. Dat zijn kapitalisten die gewoon een andere regering willen. Democraten die willen een andere regering. Mensen die gewoon willen vechten tegen het rood leger, omdat ze ze eng vinden. Dit zijn allemaal verschillende groepen die samenwerken tegen het rood leger. Maar het rode leger wint. De witte worden verslagen in 1922. En dan wordt de Sovjet-Unie uitgeroepen. En dat is. Um, de Sovjet-Unie is een heel belangrijke staat voor het volgende hoofdstuk. En voor het hoofdstuk daarna ook nog. Dus dit is, en het hoofdstuk daarna ook nog trouwens. Dus dit is een heel belangrijk moment in de geschiedenis. Nou, dat zorgt ervoor dat in 9 november 1918 Troelstra... Pieter Jellas Troelstra in Nederland, die denkt... "Hey, er is een communistische revolutie in heel de wereld aan de gang. En ah, die roep ik dan ook uit. Dan roepen wij in Nederland ook een communistische revolutie uit. Maar nobody cares. Troelstra, die druipt gewoon weer af. Dit noemen ze de vergissing van Troelstra. Troelstra, die, die roept op... Ja, gewelddadig over, overgenomen van de overheid. Alles komt in de handen van de arbeiders. En de communisme is in Nederland fantastisch. Hier te inderdaad lang. En niemand denkt... Oké, oh, kijk, cool. Dus uh, dit is de vergissing van Troelstra, noemen we die. 11 november 1918 wordt er ook een wapenstilstand getekend in uh, de Eerste Wereldoorlog. Dan wordt er eigenlijk besloten van Duitsland kan deze oorlog niet meer winnen. Duitsland tekent een wapenstilstand met Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. En dit is nog geen moment van de vrede. Dit is een wapenstilstand waarin wordt besloten van wij gaan niet meer tegen elkaar vechten. Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten zijn winnaars. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zijn verslagen. En dit zorgt ervoor dat er heel veel dingen gaan veranderen in uh, Europa. Oostenrijk-Hongarije wordt opgebroken. Als je hier gaat kijken op dit plaatje, dan zie je ook wat er allemaal veranderd wordt. Uh, er worden hele grote delen van uh, Oostenrijk-Hongarije opgebroken. Oostenrijk bestaat niet meer. Oostenrijk bestaat nog. Hongarije bestaat nog. Maar het Rijk zelf is uit elkaar gehaald. Tsjechoslowakije komt ontstaan. Polen ontstaat. Uh, er ontstaan nog nieuwe landen, die eigenlijk eerst van uh, Rusland waren, maar die werden afgestaan aan Duitsland door die ondertekening van de vrede met Duitsland. En uh, dit zorgt ervoor dat er een nieuwe wereld ontstaat, eigenlijk in Europa. Er ontstaat ook heel veel. Onrust in Duitsland na de wapenstilstand. Soldaten zijn heel erg teleurgesteld in wat er eigenlijk wordt uh, afgesproken. Duitsland zou deze oorlog nog moeten kunnen winnen. want ze hadden Rusland al verslagen, eigenlijk, soort van. En dus zij dachten, nou, dit kunnen wij, de rest van de wereld kunnen we ook nog wel verslaan. Uh, 1918 wordt het daarom ontstaat daarom in Duitsland ook een communistische opstand, maar die wordt nog maar net tegengehouden. Was eigenlijk het idee om ook een communistische regering te starten in Duitsland, maar dit wordt tegengehouden en vanaf dit moment is het de laatste keer dat er echt een ja, een communistische revolutie plaatsvindt in nee, niet echt waar trouwens. Laat maar. Ik zeg niks. 1918 wordt dus een communistische opstand in Duitsland onderdrukt. Nou, de overwinnaars, die willen Duitsland heel zwaar straffen. Zij willen er eigenlijk voor zorgen dat Duitsland geen enkele mogelijkheid meer heeft om ooit nog in opstand te raken, ooit nog een oorlog te kunnen starten. En dat wordt afgesproken in de vrede van Versailles in 1919. Dit zijn dingen die worden afgesproken met Duitsland. Dit zijn belangrijke afspraken die je moet kennen. Uh, Duitsland moet aan de wereld toegeven dat zij schuldig zijn aan de oorlog. Het is de Duitse schuld dat deze oorlog is gestart. Duitsland moet betalingen doen aan Iedereen die mee heeft gevochten in deze oorlog. Duitsland staat land af aan Frankrijk, aan België en aan Polen. Duitsland moet de dienstplicht afschaffen. Duitsland mag geen leger meer hebben van meer dan 100.000 man. En Duitsers mogen niet meer in het Rijnland komen. En dit is een enorme teleurstelling in Duitsland. Dus er komt heel veel woede in Duitsland. Heel veel teleurstelling onder de bevolking. En iedereen ziet dit eigenlijk als een oneerlijk verdrag. En vanuit de woede die ontstaat. Wegens dit oneerlijke verdrag komt uiteindelijk. komt er een mannetje met een klein snorretje aan de macht in Duitsland. die ervoor zorgt dat uh, de Tweede Wereldoorlog gaat starten. Want dan komt de NSDAP, het National Socialisme komt op in Duitsland. Wordt er nog een ander belangrijk afspraak gemaakt in 1919? Dat is een idee, dit is een idee van de Amerikaanse president uh, Roosevelt. De. Uh, Wilson, sorry, um, de Volkenbond wordt opgericht. Dit is een idee van de Amerikaanse president. En dit is eigenlijk niks anders dan een internationale vergadering. die ervoor moet, voor moet gaan zorgen dat er geen oorlog meer gevoerd hoeft te worden. Dat er in die vergadering wordt afgesproken: van nou oké, okay, deze twee landen willen oorlog met elkaar voeren. Dan gaan wij met z'n allen bij elkaar komen. Gaan we kijken van wat kunnen we, voor wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er geen oorlog ontstaat. En dan is iedereen vriendjes met elkaar en iedereen houdt van elkaar. En er is nooit meer oorlog nodig. Dat is eigenlijk het idee achter de Volkenbond, de League of Nations in 1919. En die volkenbond, daar gaan we het in een later, later hoofdstuk gaan we het ook nog over hebben. Maar dit gaat keihard mislukken. Dit is gewoon een heel vreemd zwak plan eigenlijk. Want um, de Verenigde Staten, ook al is dit een idee van Amerikaans president Wilson, die doen niet mee. Het een van de rijkste landen, machtige landen ter wereld, doet niet mee met de volkenbond. Rusland en de verliezers van de Verenigde Eerste Wereldoorlog, doen ook niet mee. Dus Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en alle andere gebieden die daarbij horen. Die doen niet mee. En dat is nu juist een heel belangrijk brandpunt geworden in Europa, weer. Rusland doet niet mee, want Rusland is een communistisch land geworden. En communistische landen vinden we eng, dus die mogen niet meedoen. Dat betekent dat de belangrijkste landen die later oorlog gaan voeren in Europa in die Tweede Wereldoorlog. die hebben niks te zeggen. Dus deze volkenbond die is gedoemd om te mislukken. Goed, komen we weer terug bij de lesdoelen. En dan hebben we dit hoofdstuk ook afgehandeld. Hoe verliep nou de Russische Revolutie? Die moet je kennen. De Russische Revolutie, dat heeft, ja, tenminste, wat was de revolutie en um, hoe verliep die? En dat heeft ermee te maken dat. Um nou, trouwens, kijk maar in het begin van het filmpje terug. Het is een heel lang verhaal. De vrede van Versailles, daar werden een paar afspraken gemaakt met Duitsland. Die afspraken moet je kennen. Dan gaan we nog eventjes snel terug naar deze afspraken. Uh, Duitsland moet, was schuldig aan de oorlog. Moeten ze bekennen aan de wereld. Duitsland moet betalingen doen aan iedereen. Duitsland moet land afstaan. Duitsland moet het dienstplug afschaffen. Duitsland mag niet meer in het Rijnland komen. En dat zijn allemaal dingen die worden afgesproken met Duitsland. Oh, En... Um, Jullie kunnen uitleggen wat de Volkenbond was. De Volkenbond was eigenlijk een voorloper van de Verenigde Naties. Voor, uh, idee, een vergadering waarbij alle landen bij elkaar komen. om ervoor te zorgen dat er geen oorlog meer gevoerd hoeft te worden. En dit mislukte, want, Engel, want de Verenigde Staten deed niet mee. Rusland deed niet mee. Uh, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, tenminste wat er over was van Oostenrijk-Hongarije, deden niet mee. Dus dit is allemaal een heel slecht plan geweest. Heel slechte uitwerking van een goed plan.